Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Ik heb net de vlog geëdit en het is vandaag maandag en het is inmiddels einde dag. Wij gaan eventjes Sarah Lizzie ophalen en dan gaan we eten bij Mondi op het terras. Het is vandaag super lekker weer. En volgens mij is het nog wel lekker ook om buiten te gaan eten. Dus dat gaan we even doen en het is lekker bij ons om de hoek. Dus zullen we gaan? Ben ik dan eigenlijk gevuld met een beetje. Verveel je? Ja. Oh no, we gaan even eten. Dan gaan we daarna lekker naar huis. Wij zitten lekker bij Mondi te eten. Nou, wij hebben lekker gegeten bij Mondi. Sarah Lizzie naar bed. Rob en ik net gedoucht en ook lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Ik heb voor morgen een videoshoot van Sophia mee. En ik doe voor de allereerste keer mijn eigen styling. Dus ik ben even wat dingen aan het klaarleggen. En dan ga ik daarna naar bed. Ik wil morgen niet stressen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Even Sarah Lizzie klaarmaken. En vandaag heb ik een videoshoot voor Sophia May. Heel veel zin in. Dylan gaat weer mijn make-up doen. Dus dat is altijd leuk. Wat doen jullie? Spider-Man nadoen. Ja. Kijk, je kan het. Hou zo. Dylan heeft een week eerder gedaan, ze gaat in mijn lippen doen, dus ik ga niet praten. Ik was me alweer aan het ontdoen van kledij, maar we hebben net Sophia May interview opgenomen op deze prachtige set. Het was echt heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. We zitten lekker te lunchen met mijn twee liefjes. Ik ben weer thuis en echt super gezellig en lekker geluncht met Dylan en Manon. En daar hou ik echt van in het onregelmatige leven dat ik leid. Dat je gewoon ineens onverwacht zo'n gezellige leuke lunch met twee vriendinnen kan hebben. Dus dat is heel gezellig. Maar ik moet snel eventjes nog een samenwerking fotograferen. En daarna moet ik richting Rotterdam. Want ik ga vanavond met Kiana naar Burna Boy in Ahoy. Dus ik moet eventjes snel al die spullen fotograferen, me klaarmaken en dan rijden. Ik moet ook even eigenlijk mijn auto gaan wassen en tanken. Wij zijn aangekomen in Rotterdam en we gaan naar Burna Boy. Wij zijn net naar Burna Boy geweest en het is inmiddels 11:15. Nog niet avond gegeten, dus ik denk dat wij even langs de McDonald's gaan rijden. Smeagols die we zijn. Zijn we helaas niet in Miami. Maar dat weerhoudt ons niet van vreten. Oh, ik ben benieuwd naar de chicken tenders. Ze hebben dus nieuwe chicken tenders bij de Mac. Ze zijn heel lekker. Dat kan ik je alvast vertellen. Heb je ze al gegeten? Ja. Oh. Af en toe hebben ze dit. Oh. De chicken tenders. En ze zijn gewoon net zoals die van Eleven. Dus we zijn er maar bijna mee. Oh my god. Kijk. Oh, lekker. Zes vind ik zelfs ook. Ik vind het sterk niet dat zij. Ja, weet je wat het ergste is? Om zonder frietsaus te zitten. Ja, dat is waar. Dus je kan beter een bizar amount bestellen, want dan denk ik, vergeet ze het in ieder geval niet. Ik heb het meer met barbecue saus. Ik vind dat zo vies. Ja, je hebt het niet besteld, het viel me op. Het is een must met chicken tenders. Ik hou van sweet en sour en dan mixen met frietsaus. Nice combi. En? Lekker. Net zo lekker als die van Eleven? Nee. Nou, nee, die smaken echt lekkerder. Ik denk normale kip nu is lekkerder. Ja? Mm-hmm. Nee, dat heb ik niet. Ik hou ook van cola van McDonald's. Dit is mijn favorite Coca-Cola, echt. Ik haat alleen de papieren rietjes. Ja, dat is waar. Denk je dat al deze mensen van Burna Boy zijn? Ja. Ja? Niemand gaat om 12:30 met een Mexje te vreten in Delft. Het is echt druk. Op dinsdagavond. Zo goed. Frietjes alleen al, zo lekker. Wat zou je laatste avondmaal zijn als je morgen doodgaat? Starter, main,
En dus ja. Mag alles zijn. Gewoon een tafel, je mag alles van over de hele wereld. Ik zou beginnen met caviar, denk ik. You too? Ik ja. Ook. Ja, ook sowieso. Maar heel simpel, gewoon blinis. Sour cream en a lot of caviar. Echt zo'n berg. Ja, man. En lekker met mashed potato. Weet je, die caviar van Porter, weet je nee, wel? Dat is jouw ding. Die potato carpaccio ding. Ja, ik vind het wel lekker, maar... Ik vind het echt another... Give me the blinis. Ja, en een soep daarna. Van Dynasty. Ja. Ja, mijn spicy chicken coconut soep. En dan die... wagyu. Ja. En iets lekkere, inderdaad, mashed potato met jus. Mmm. Something. Oh, I like it. Ja. En dan... Kees sticky rice with mango. Zo'n ja. Thaise dessert. Dat echt heel specifiek. Kaulo disgusting. Echt zo lekker. Oh ja. Ik heb het je ook nog nooit zien eten of erover gehoord. Ja, ja, dat vind ik echt wel lekker. Echt waar. Waar eet je dit dan? Ja, thuis restaurant. Ik heb dit nog nooit. Ja. En jij? Of ja? Of slakken, ook heel lekker. Ja. Zo lekker. Escargot. Oké, dus caviar, escargot en dan? Ik hou ook van hele romige, lekkere vissoep. Vissoep? Mm-hmm. Die van Sea Spice of meer? Met meer vis? Nee, echt zo'n romige. Zo'n wittige. Oké. En als hoofd zou ik een... Ik denk ook wel your beef. Maar ik vind zalm ook heel lekker. Het zou niet mijn laatste maaltijd zijn. Nee. Misschien te saai. Mm-hmm. Maar een chicken tenders vind ik ook wel. Dat ga je echt niet als laatste eten. Weet ik. Ik hou van kip. Ik ben en blijf een anti. Ik niet. Ik ben geen anti. Ik hou niet zo van kip. Nee? Ja, je hebt niet meer van vlees inderdaad. Pak me niet echt. Ja, maar ik kan ook niet elke dag vlees eten. Wat eet je dan elke dag? Avondeten. Ja, het verschilt. Ja. Ik vind sushi ook wel echt wel lekker. Maar ik zou het niet als laatste avondmaal hoeven. Nee. Nee, ik wou echt niet zeggen. Ik vind die Sam sashimi isekai ook heel lekker. Nee. Normaal steken, dat zou ook. Ik heb het squeezed in mijn menu. En wat drink je erbij dan? San Pellegrino. Oh, I forgot olives. Nou, en je vergeet alcohol. Nee, olives mis ik ook ergens. Sparoot. Ik had ze bij Freddy's gewoon uit gewoonte besteld. Oh, honey. I was still there in olive spirit. Je begint met een champietje, denk ik. Ik denk eerder een cocktail. Oh ja, een Bellini. Een champagne is too cute als je RIP gaat. Ja, toch? Niet als je genoeg drinkt. Misschien zou mijn appetizer gewoon een shot tequila zijn. Why not? Ja. Let's start mijn menu dinner. Wordt steeds langer. Maar als je te dronken gaat eten, heb je geen honger meer. Nee, dat is er maar één shotje ervoor, één shot daarna. Dat is goed. Ja, champagne all day. Ik ga beginnen met een Bellini, denk ik. Mm-hmm. Dat wist ik wel. Ja. Daarna zou ik gewoon champagne drinken. Dat is wel you. Ik zou eindigen met een espresso martini. Mm. En ik zou eindigen met een kaasplankje. Een goede rode wijn, maar ook een crème brûlée. En ook zo'n chocolade lava cakeje met vanille-ijs. Maar ik vind ook matcha-ijs heel lekker. Jij vindt die mochi-shit lekker, hè? Mm-hmm. Nou ja, conclusie. I'm a fat bitch. Eeuw. Window. I'm stuck. Godver, I'm disgusted by myself. Boeie sluit. Oh
Breng me terug naar Miami, alsjeblieft. 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 Fucking lord, als je Please luistert. Universe. Doe me hier. Het zou echt beter voor iedereen zijn. I'm telling you. Wereldvrede. Zitten we hier op een parkeerplaats in Delft. Ik dacht dat we oh nee, het is geen Rijswijk, hè? Nee. Geen Oh, koolkoops. Ik had de kliniek koud. Ik wou net zeggen, Lorena moet er wel bij, één keer per week. Wat een teringvarken zijn wij. Wat hebben wij een zooi gemaakt? Gadver. Ah. Dat was fun though, dat was fabulous. Mm-hmm. We loved every second. Mm-hmm. Zo. Je vond ze niet lekker, maar ze zijn op. Niet helemaal. Maar ja, het zijn twee kleine bites. Heerlijk, vind ik zo. Die wolf and body. Hm? Is die bodysuit. Die is strak. Maar echt de best. Ja. Yeah. The best, because it's right now it's telling me stop eating. That's the sign I'm getting. Maar ik ga maar door. Ik heb nul discipline. Oh, ik heb ook nul discipline. Ik ga alles opvreten ook. Ik wou ook een kleine friet en nu kijk me. Volgas. As you should. Mm-hmm. Mm. We're here for a good time. Not a long time. RIP. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En een beetje, nou ja, goedemorgen, middag. Sarah-Lies was vanochtend een beetje cranky, dus ik dacht, ik hou me liever even thuis. Alleen ik heb 3 afspraken buiten de deur. Dus ik ben de ochtend met haar thuis gebleven, nu is er even een uurtje oppas. En daarna komt Rob om de oppas weer af te lossen. Maar goed, ik heb nu dus een lunchafspraak buiten de deur, daar ben ik nu naar onderweg. En daarna nog 2 afspraken voor Sophia mee. Ik heb eerst een lunch gehad met Stan en Laura en Milad van Newbie. En het was heel gezellig en heel fijn om even lekker te kletsen en zo over werk. En daarna heb ik een meeting gehad bij een nieuw parfumhuis voor Sophia May. We willen heel graag met hun nieuwe geuren gaan ontwikkelen. En het was heel interessant. En ze hebben ook al een geur voor ons ontwikkeld. En we hebben zeg maar een tussenpersoon in de arm genomen voor Sophia May, die ons kan helpen met leveranciers, dus parfumhuizen, et cetera, et cetera. En zij heeft ons dus gelinkt aan deze mensen. Het was een hele leuke meeting. Echt super leuke, voornamelijk Franse mensen. En we gaan nu dus naar het huis van de parfumeur die wij weer in arm hebben genomen. En daar gaan we de geur, eigenlijk een soort smelling session doen. Voor de geur die zij voor ons, of geuren, hebben ontwikkeld. En dan kijken waar we ons allemaal het meest prettig bij voelen. Rob heeft inmiddels de oppas afgelost. En ik had eigenlijk al zo'n idee toen ik de deur uitging. Dat Sarah-Lies me heeft verslagen in mijn eigen spel van vroeger. Want ik heb het idee dat ze het moment dat ik de opvang had gebeld dat ze niet kwam, was ze echt keihard aan het geinen en aan het grenzen, et cetera. Maar goed, ze Rob stuurde net een filmpje door dat ze gewoon echt crazy aan het blaren en ze zag er niet ziek uit. Dus gelukkig maar. Alleen voortaan wel eventjes beter in de gaten houden of soms aan het voelen is of niet. Maar oké, ik ga naar de Kerkstraat rijden. Sorry. Oh, I really like this one. Yeah. Dan kan ik niet meer. Nee, maar jij vindt dit sowieso top. Dit is echt. I'm very happy. Oh, dat is lekker. Dit is ook een body oh. Crème. Body crème. Oh. Oh, dit is echt lekker. Ja. I love. Ja. Het is echt fris, lekker voor naar het douchen. Wil je gewoon hier naar rijden? This is really nice. Citroen. Maar ik vind hem lekker toch, Stan? Dit weet ik nog niet, als je hem uitsmeert. Oh, jawel hoor. Ja? Je moet hem dan wel ruiken bij mij?
Soms ruik je op je ik eigen arm. Ik heb zelf een rijder. Echt? Ja. Oh. En soms ruik je op je eigen arm, eigen huid anders dan... Ruik je dat nog steeds? Ja, ik heb echt 3 dagen geleden gebruikt. Je gebruikt iedere 3 dagen zo'n bruiner. Het is gewoon... Mijn geur. Ik ruik het niet meer. Ik vind, I really like the shower gel. Oh my god, I want to use it. Ja, nou. Ik wil er gewoon een grote fles van hebben in de douche. In de douche. Maar dit is toch zo lekker als je zeg maar van het strand komt en dan helemaal... Heel fresh. Ja. Ik vind die body... Ik ook, ik vind die body crème ook heel lekker. Ja, ik smeer hier geen zelfkruim. Colista. Oh ja, wel lekker. Maar je hebt sowieso een hele neutrale, lichte geur van jezelf. Oh, en ik ruik zuur? Nee, nee, dat niet. Maar Sten heeft toch echt zo dat... Gewoon een baby. Gewoon een baby. Het is gewoon een babytje. No, it's very clean. Gewoon schoon. Yeah. Unisex. Ja. Letterlijk, ik ruik het echt naar schoon. Ja. Ik ben weer thuis. Het gaat helemaal prima met Sarah Lissie. Die is... in de tuin. En Rob die staat alle ballonnen van mijn verjaardag eindelijk lek te prikken. Behalve die met confetti erin. Behalve die met confetti erin. Maar ik denk dat het best wel meevalt, want het zit allemaal vastgeplakt. Het is niet dat het los erin aan het zweven is. De testen? Ja. Ook echt de grootste. Maar eigenlijk moet je, zo moet je hem dus ook sowieso niet doen. Je moet hem in een zak doen en dan prikken. Nee, je moet... hem sowieso bij het slappe gedeelte hier. Probeer dit hier maar eens door te prikken. Echt hier zo. Nee, je moet... Ga even met je vingers dan. Je moet erin prikken. Oh, kut. Top idee, hè? Dat moet je dus doen. Dommert. Dommert die hier rondloopt. Tonkel. Hier, mooie badmuts. Weg, joh. Sarah Liz heeft weer een swagvolle dag op de Boomba fiets. Nice. Oké, eten gemaakt voor Sarah Liz. Dat hoefde ze niet. Uiteindelijk werd het een boterham met haar geslagen. Helemaal top. Toen in bad gedaan. Klaargemaakt voor bed. Zelf omgekleed, gedoucht en ik heb nu een etentje met een deel van de Day One Founders van Stelz. En daar ben ik nu naar aan het haasten en ik ben al te laat. Ik ben weer thuis van het etentje, was echt super gezellig en vruchtbaar. Als ik dat zo heel goor mag benoemen. En ik ga nu lekker naar bed met Rob de Bachelor kijken, want het is woensdagavond. Yes, queen. Ratta-kop. Mijlenver aangaan. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Echt een dramatische nacht gehad met televisie. Echt, ze was weer vanaf 4 uur alleen maar aan het hoesten en niet in haar eigen bed willen slapen en la la la. Dus dat was feest. En nu ga ik eindelijk weer eens een keer sporten in mijn leven. Bewijs. Bewijs dat ik weer ben geweest. Wat zit jij geïrriteerd te doen? Ja. Oh mijn god, die heb ik ook. Echt? Nee, ik heb een andere. Ik heb dus die helemaal zo en dan zo en dan zo. Gewoon een soort, het lijkt me op een bioscoop, maar hij is heel rot. Ja, nou had ik wel die straf, had ik wel dus een andere bril voor je, die wilde dus voor je verjaardag, maar toen dacht ik, die heb je al. Ik heb een lekker lunchje met Wil en Wil heeft haar voeten laten opereren. Heel blij mee. En wij gaan lekker eten. Zo lekker hier. Oh. Oké, ik was dus mijn camera kwijt, maar ik kreeg net een berichtje van iemand dat hij nog op de sportschool lag. Dus daar is hij. Ik heb net geluncht met Rob's zus, ben nu thuis. Sarah Liz wordt ze opgehaald en dan ga ik eten met Sten en Manon om eindelijk Sophia mee te vieren, echt 3 maanden later. Daarna gaat u over naar het mooie pauwbroodje, eigenlijk ziet er een beetje uit, want het is een mooi macaronnetje. Waar gaat u brood? Dank je wel. Enjoy, hè. Van Pitschool.
groen asperge en het hart van de... Dit is het signature dessert, een snicker. Met... Snicker. Oh. En fromage avec poire. Ik heb hier verschillende soorten chocolaatjes. Ik zal hiervoor... Ik ben dus net tegen dit ding aangereden. En hij stond eerst daar. En ik heb hem letterlijk tot hier meegesleept. Oh, wat erg. Oh. Ja, maakt nu ook niet meer uit. Eindelijk heb ik mijn camera weer terug. Oké, ik praat jullie zo even bij. Ik ben helemaal buiten adem. Maar Sarah, Lisa en ik zijn onderweg naar Ro en Demi. Want Ronnie viert vandaag zijn verjaardag. Dus we gaan naar de barbecue. En we hebben eigenlijk de hele dag in bed gelegen. Kijk eens. Dus nu die kant op. Ja, oh my god. Gisteren heb ik ook mijn auto natuurlijk kaart tegen die betonnen, dat betonnen blok aangereden. Zo ontzettend dom. Echt geen fucking reet gefilmd vandaag. Maar net terug van een verjaardag. Dus echt heel erg gezellig. Maar gewoon lekker in de tuin en privé. Dus ik dacht, ik ga niet filmen. Ik ben er thuis. En Rob zei, je mag wel een hamburgertje meenemen met terugweg. Maar ik heb het besteld. Dus het wordt zo bezorgd. En dan lekker McDonald's eten. Lekker eten. En dan... een hele goede nacht slapen. Echt, ik kan niet wachten. Hey Smiegel. Schrok je? Ja. Hoezo? Ja. Lekker truitje. Wat zei? Hoe was het? Leuk. Hoe was jouw avond? Chill. Gepaft. Nee. Ja. Oh, ja, ik heb gebloot. Echt? Ja. McDonald's is binnen. Hamburger ook koud? Best wel, ja. Oh. Nee. Oh. Ik vind het niet zo erg. Dat is koud niet. Nee. Maar het is inderdaad wel koud. Taai. Goedemorgen. Steeds meer het gevoel dat mijn oogleden gaan hangen. Kijk dan. Dit hangt helemaal zo eroverheen. Ik moet ook wat auto rijden en zo, dat ik dan echt eventjes zo moet doen. Anyway, het is vandaag zaterdag. Echt super lang geslapen. Rob was om 9 uur wakker en ik werd pas om 12 uur echt wakker. Lekker, hè? Ik heb je geobserveerd de hele nacht. De hele nacht. Dus je hebt niet geslapen? Nee, de hele nacht naar je gekeken. Ach. Misschien doe ik wel een ooglidcorrectie. Even kijken. Het heeft iedereen. Kom. Ja, maar dit is niet normaal. Althans, ik dacht dat ik dat niet altijd had. Nou, anyway. Ik ga maar eens uit bed, het is lekker weer. Zo, ik heb me aangekleed. Ik heb deze heerlijke maxi dress aan. Van Naked is die. En ik ga nu naar mijn moeder rijden. Om Sarah Lizzie op te halen. Het is echt een heerlijke dag. En dan weer terug naar Amsterdam. Even kijken wat we gaan doen. Ik heb nog niet echt een planning. Ik denk een beetje rustig aan. Ik heb echt nog fucking veel was en zo te doen. En huishoudelijke taken. Dus misschien dat ik daar maar eens serieus aan moet beginnen. Ik blijf het voor me uitstellen. En
Het wordt nu de aankomende week de hele week lekker weer. Dus dan heb ik iedere dag een excuus van ja, maar vandaag is het lekker weer. Dus die gaat even niet op. Misschien moet ik er gewoon aan gaan geloven en vanavond ook echt even niks doen. Lekker thuis, vroeg naar bed. Wij zijn lekker naar Zussie gegaan, hey schat. En Marley kreeg vandaag zwemles. En lekker gevoetbald, toch? Ja. Ja. En nu gaan we naar huis. Kom, schoentjes aan. Mama. Ja. En ik wil met Marley knuffelen. Snap ik. Maar als Marley straks naar beneden komt, dan kan ik hem nog even een dikke knuffel geven. En dan gaan we. Is dat goed? Ja. Heb je zo'n buikpijn, schat? Ja. Oeh. Nee, je hoeft geen tovenaar te zijn. Wij zijn weer thuis en Rob heeft een verjaardag. Ze hadden ze heel graag op de bakfiets, of in de bakfiets. Dus wij gaan Rob nu wegbrengen naar de... Nee? Oh. Wij zitten lekker in de bakfiets. Het is super lekker weer. Wij hebben net Rob weggebracht en wij zijn nu lekker aan het fietsen. En we gaan zo lekker naar huis eten en dan de was doen. Ik ga lekker eten, maar ik had weer boodschappen besteld bij Crisp. En ik had echt mijn lievelingseten. Dat kan ik dus bijna nooit ergens bestellen. Hè? Cannelloni met spinazie en ricotta. Dus dat ga ik lekker in de oven doen. Oh, ik heb hier echt mega veel zin in. Heerlijk. En voor Sarah ga ik even pannenkoeken maken. Oké, ik had dus ooit ergens gelezen, of gezien in een interview, dat Kim Kardashian altijd kokosolie gebruikt als haarmasker. En nu voelt mijn haar echt best wel weer droog aan. Hey. Dus ik ga dit gewoon een beetje warm laten worden. En dan ga ik het in mijn haar smeren en dan hou ik het gewoon de hele avond in als masker. Ja, het moet wel echt even warm worden. Oeh, gagagagu. Ja, Oké. Nou, mijn eten is ook klaar. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel echt heel lekker uit. Oh my god, dit is echt heel erg lekker. Dit is dus gewoon zo'n kant-en-klaar maaltijd van Crisp. En dan kan je het een paar dagen bewaren en gewoon in de oven doen. Nou, dit is niet normaal. Dit was echt niet normaal lekker. En ik had eigenlijk als voornaamste reden om vanavond niet echt iets te gaan doen en thuis te blijven, omdat ik gewoon heel veel nog moet inhalen, moet wassen en bijhouden en zo. Maar ik ga denk ik gewoon met de zwakmaltesers in bed liggen. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb helemaal geen zin om iets aan het huishouden te doen. En het is morgen Pasen en maandag is ook alles helemaal vrij en thuis, dus dan ga ik gewoon het dan wel doen. Later. Oh my god, het wordt nog beter in plaats van Maltesers. Chocomousse. Wat heerlijk zeg. Ik vind echt niks lekkerder dan chocolademousse. En ik heb dit al zo lang niet gegeten. Oh. Misschien kan ik die hele bak wel op. Oké, is wel overdreven. Leest voedingswaarde, maar oké. Zo lekker. Ik denk oprecht dat we 3 minuten verder zijn. Dit is echt niet oké. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij gaan pas ontbijten bij Rob's moeder. Zullen we even wat klaarmaken? Sarah is hier aangekleed net. En dan gaan we die kant op eieren zoeken. Paasbrunch, de hele rambam. Ik heb er wel zin in. Oké, ik heb deze Max Mara weekend jas aan. Deze broek, deze top van For Love & Lemons. En deze sneakers van Axo Arigato. En we gaan nog eventjes kijken of er een bloemist open is op eerste paasdag. Even een bloemetje halen voor op zijn moeder. En dan gaan we lekker in de bakfiets die kant op. Ze woont echt super dichtbij, dus dat is heel chill. Nou, we wisten niet echt wat we wilden doen vandaag. En toen op een gegeven moment waren Rob en Sarah Lizzie allebei in slaap gevallen op de bank. En nu zijn we naar Artis gefietst.
En gaan we hier lekker rondje lopen. Het is eigenlijk veel rustiger dan ik had gedacht. Weet je wat ik wil gaan doen? Nou? Even kijken waar we naar heen moeten. Ja, hij ging even op het bord kijken hoeveel dieren er allemaal zijn. Maar je hebt hier ook giraffen en je hebt een olifant. Ja, maar mijn olifanten kunnen altijd ja. Als je te lang kijkt. Ja, als je te lang kijkt, dan spuiten ze je nat. Ja. Klopt. Maar wij willen dat niet. Wij willen dat niet, nee. Ja. We zijn bij de gorilla's. En ik vind gorilla's echt de allerleukste beesten ever. Maar ik vind het, ik heb altijd zo'n dubbel gevoel. Ik vind het ook zo zielig. Die grote. Echt, ach, ik kan het niet aan eigenlijk. Zo hypocriet, maar I don't know. Frietje, chocomelletje, colaatje. Lekker in het zonnetje, niks meer aan doen. Nou, we hebben lekker in de speeltuin gezeten. Echt mega lekker weer. Frietje gegeten, kwam net echt nog een ziek asociale vent. Die, heb je dorst? Dan moet je even wat drinken kopen. Oh, het is al dicht. De dierentuin gaat zo dicht ook. Maar we zaten net even een frietje te eten en een drankje te drinken. En toen kwam er echt een ziek asociale gozer die zei... Dame, dame, dame. Echt dwars overal doorheen. Ja, ik heb geen idee wie je bent hoor. Maar zij wil met je op de foto. Dus ik zei, nou, dan mag ze dat vragen. Dus dat bleef hij daarna ziek ranten van... ik weet allemaal niet wie dit zijn en bla bla. Pik, ik weet ook niet wie jij bent. Ik vind het zo ontzettend asociaal. Echt, echt een zieke azen was het. Dat die frikandel te vreten met zijn bierflesje op het terras. Ugh. Ja. Maar we kunnen nog niet uit de giraffen. Ja? Hier, kom dan. Kan je misschien op het bankje staan, dan kan je ze beter zien. Nou, we zijn weer thuis. Ik moet zeggen, het was echt heel gezellig. Maar Sarah Lissie heeft een terrorperiode. Echt niet normaal. Ze was echt best wel cranky. Maar goed, ik wilde even iets laten zien. Namelijk nieuwe telefoonhoesjes. Ik moet een foto maken voor Instagram samenwerking en stories. Alleen, ik dacht ik laat ze ook eventjes zien. Ik heb deze al de hele week eromheen. Het is van Mobile Fox. Mobile Fox. Ik weet niet hoe het uitspreekt, maar je schrijft het in ieder geval zo. En deze koeienprint vond ik heel leuk. Want ik heb de laatste tijd heel veel zwart en wit. Nou ja, de laatste tijd vaak draag ik zwart en wit. Ik vind het heel leuk om te kunnen matchen. Maar ik vond deze bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Kijk dan even hoe leuk deze is. Dit is, oh ja, dit is zo'n zo'n glazen plaatje die je op je glaswerk moet doen. En dan kan je het dus letterlijk niet eraf, of kan je letterlijk het je schaar niet breken. Alleen nu moet ik zeggen, deze hoesjes zijn wel echt ziek qua protection. Dus ja, ik laat best wel vaak mijn telefoon vallen. En je hebt wel eens hoesjes waarbij dan de bovenkant niet ook beschermd is. Maar dat met dit wel. Omdat het altijd op die zijband zal komen. In plaats van dat het echt vol op het glas valt. Dus dat is heel chill. Oh ja, en dit vind ik ook wel leuk. Je kunt ze dus personaliseren. En ik heb dus een eigen Sophia May hoes laten maken. Dit is toch enig. En deze vond ik ook heel erg leuk. Zal ik ook nog eens beter laten zien. Zo. Er is dus vandaag al 50% korting op de website. En ik mag er nog eens 10% bovenop geven. Dus dat is bijna 60% korting in totaal. Nu op de site. Dus ik zal alle linkjes, of in ieder geval de link naar de site, even in de beschrijving zetten. Het is niet normaal lekker boven bij ons. Op het balkon. Ik heb hier letterlijk nog nooit echt gezeten in de zon of zo. Echt niet normaal chill. Ik weet niet hoe lang de zon nu nog blijft. Want hij gaat zo achter het gebouw van de buren weg. Maar echt heerlijk, het is al 6 uur. Helemaal top. Ik wil dan nog eens laten zien. Namelijk dit pakketje van Gucci Beauty. Die ik binnen heb gekregen. Er zitten 2 producten in. Een Liquid Matte Lip Color Transfer Proof. En een Veltip Eyeliner Long Lasting. Die lipje ben ik wel, die Liquid Matte. Eens even checken.
uiteraard weer een fantastische packaging. Heel mooi. Ik heb hier ook een spiegel staan. Ik hoop dat ik mijn camera er niet afdonder. Dit is ook cool. Heel chill, ja. Dit is heel chill om je make-up te doen, bijvoorbeeld 's ochtends of zo. Dan heb je precies echt helemaal goed het zonlicht. Anyway, ik ga eventjes dit productje opdoen. Oh, hele mooie kleur. Als het goed is, gaat hij dan. Mat opdrogen. Heel mooi. I love it. Nou, hij is inmiddels helemaal opgedroogd. Ik ben hier echt mega over te spreken. Hij is dus eerst vloeibaar en daarna wordt hij mat. En ik vind het echt een mega mooie kleur. Dit is de kleur, de pakking was even op de grond gevallen. Maar dit is de kleur Mildred Rosewood 203. En ze hebben nog 8 andere kleuren. Dus in totaal 9 kleuren hiervan. Echt serieus mooi product. En ze hebben dus ook een nieuwe eyeliner. En ik ben altijd op zoek naar nieuwe eyeliners. Oeh. Deze brengt heel dun aan. Ik heb 2 streepjes aangebracht. Ik ga hem gewoon eventjes aanzetten hier. Oh, deze voelt wel echt top. Serieus. Heel precies en dun. Echt zeg maar meer stiftig in plaats van dat het ineens als een soort vlek verspreid wordt. Hij is echt heel dun en precies. Ik zal de linkjes van deze 2 producten ook eventjes in de beschrijving zetten. Ik ga een wing proberen te maken. Oké. Nou, ik moet zeggen, I'm not disappointed. Kijk even. Heel mooi. Echt een mooie eyeliner. Hij is ook echt heel zwart. Sarah-Lizzie ligt op bed. En wij hebben sushi besteld. Hey, Aap. Oh, ik zie dat ik toch nog 1 hoesje vergeten ben. Hoe leuk is het deze ook? Love it. Het is 9:45. Ik ga lekker in bad. Daarna Married at First Sight kijken. Dank je. En dan lekker slapen. De balletjes. Hoeveel ik dit weekend aan het huishouden heb gedaan? Nul. Oh my god, ik ben dus net in bad geweest. En die streepjes van die eyeliner staan er gewoon nog steeds op. Ik heb nu een soort van eye makeup remover op een doekje. Oh ja, dat gaat wel weg. Maar zo, met water gaat het gewoon niet weg. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En we gaan paas ontbijten. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh shit. Wat ben je nou weer gegeten? Tafelkleed. Nou, ik heb even het paas ontbijt geprept. Broodjes, tomaat, komkommer, kipfilet, ei, bacon, bagel, zalm, roomkaas, nou, van alles. En onze leuke paasdecoratie. Echt zo dom eigenlijk dat je dit dan 1 keer per jaar gebruikt, maar oké. Oh, hey, het kaarsvet. Hoorde je dat? Ja. Alsof je in je broek plaste, weer. Alweer? Er is letterlijk bijna niks van het ontbijt opgegeten. We zijn allemaal trucjes aan het doen met paaseieren verstoppen. Ogen dicht. Oké. Nou, alles is weer opgeruimd. Alleen hier staan er nog wat paasperikelen. geen idee wat ik hiermee moet vandaag. Maar
Charlize is klaargemaakt. Ik obviously nog niet. Maar ik ga eerst eventjes de vlog editen en uploaden. Dus ik zie jullie volgende week weer. Ik ga hem afsluiten. En tot volgende week. Dankjewel voor het kijken. Doei!